Het gebeurt zelden dat het zo extreem warm is dat de Merwedebrug gekoeld moet worden. Door de hitte zijn de stalen brugdelen van de brug in de A27 uitgezet, waardoor de brug niet goed open en dicht kan. De brug is momenteel wel goed gesloten. Een aannemer van de Rijkswaterstaat is met water de brug aan het koelen. Vooralsnog levert het geen gevaar op voor de weggebruikers, zo laat Rijkswaterstaat weten. Door de maatregelen geldt er een verlaagd snelheidslimiet en zijn rijstroken afgesloten. Dit zorgt voor vertraging in beide richtingen op de A27. Er is wel een stremming voor het scheepvaartverkeer van kracht. Er liggen op dit moment geen schepen te wachten, voor veel scheepvaartverkeer is de brug namelijk hoog genoeg. Het is zeer uitzonderlijk dat de brug niet meer goed open en dicht kan door het warme weer.